Het is in 2020 niet meer mogelijk voor politieke partijen om in combinatieverband deel te nemen aan de verkiezingen. Hoewel alleen de NDP voor de wetswijziging was, is het decreet politieke organisaties toch goedgekeurd door de Nationale Assemblee. De fracties van de VAP, ABOP, NPS, Pirtjaya, Luhur, Doe, Palu en parlementariërs Celsius Waterberg hebben voor de stemming de zaal verlaten. We brengen nu enkele indrukken van de nogal woelige vergadering. De regering voert hier aan, voorzitter, mijn inziens, een verborgen agenda. Welke agenda uiteindelijk erin moet uitmonden dat de partij die aan de macht is, voorzitter, de Nationale Democratische Partij, de NDP, een zodanige beperking wenst op te leggen, omdat men bang is. De situatie in het land is slecht, voorzitter. Men heeft de afgelopen 9,5 jaar heel slecht bestuur gevoerd in het land. Het volk laat dat merken, voorzitter. Dat blijkt uit de geledingen, de uitspraken en al die dingen. 35.000 handtekeningen zijn verzameld, voorzitter, tegen rij- en voertuigenbelasting, voorzitter. En zo kunnen we doorgaan met het rijtje. De regering is bang en de regeringscoalitie is bang. Voorzitter, sluit me aan bij de bezorgdheid die geuit is door verschillende leden. Ten aanzien van die 165.000, ik vraag dat er daarna gekeken wordt. Maar ik vraag dat het niet, ook niet te laag wordt, want het moet een drempel blijven. Want je wil geen grappenmakers en opportunisten, voorzitter. Achtereenvolgens waren dat VHP-parlementariër Mahinder Yogi en André Misikaba van de NDP. Misikaba kreeg bijval van zijn fractiegenoot Rashid Doeki, die aangaf dat een politieke partij oprichten niet voor kleine jongens is. En met betrekking tot het geld dat betaald moet worden, het waarborg zo'n voorzitter. Voorzitter, mijn paard moet worden verdubbelen. Want mensen maken grappen in dit land wanneer ze jarig zijn en ze krijgen een gekleurde borststrok van Lucky Store van de buurvrouw. De mijn logo met kwam politiek partij. Ja, en je ziet, ze beginnen nu al in te zien dat ze het niet gaan halen. Want if you're haling, dan is het 500.000. Binnen een maand heb je geld terug. Want die trang. Het decreet politieke organisaties is gisteren gewijzigd. De gewijzigde wet is met algemene 29 stemmen goedgekeurd.